Dit is een Matrix TV en mijn naam is Arjan Bos. De vorige keer heb ik je meegenomen aan het begin van de dag, het wakker worden. En dan nu het tweede stukje, dat is de persoonlijke verzorging. En ik heb zelf, begin ik met het tongschrapen. En het tongschrapen, dat is ook een oud Ayurvedisch gebruik. Ik gebruik zelf een koperen tongschraper. Allerbeste schijnt goud te zijn. Nou, ik heb nog steeds geen gouden salaris, dus ik doe het maar met koper. Gaat ook uitstekend. En dat is heel simpel, dus je begint 's ochtends en dan zit er eigenlijk allerlei aanslag op je tong van gedurende de nacht. Dat zijn eigenlijk afval die je uitscheidt via je tong. En die schraap je er dan af. Dus dat kun je gewoon voorzichtig doen, zeker als je tong wat ontstoken is. En dat doe je een aantal keren totdat er eigenlijk geen plak meer afkomt. En dan is je tong schoon. Nou, als tweede ga ik oil poelen. Dat is heel simpel. Je kunt het met allerlei verschillende soorten olie doen. Kokosolie, olijfolie, sesamolie of eigenlijk allerlei soorten andere oliën. Ik doe het zelf met sesamolie, biologisch uiteraard. Want daar zit geen gif in. En bij het Unmatrix hoort ook absoluut dat je geen gif tot je wil nemen. Dus dan neem ik een eetlepel olie en die doe ik in mijn mond en daar ga ik wat mee spoelen. En dat doe ik zo'n 15 tot 20 minuten en ik ga dan rustig onder de douche en mijn dingetje doen. Maar ondertussen ben ik gewoon mijn mond aan het spoelen. En dat hoeft helemaal niet super fanatiek. Dus op het moment dat je merkt, als je dat ook wil doen en je merkt dat je wat kramp krijgt of wat spierpijn, dan ben je echt te fanatiek bezig. Want het kan gewoon heel relaxed. Maar wat er dan gebeurt met oil pooling is dat eigenlijk alle bacteriën die in je mond zijn, dat die in die olie worden opgenomen. En die kun je dan uitspugen. En in je mond zitten nogal wat bacteriën. En op het moment dat je die op deze manier eruit haalt, dan geef je je immuunsysteem eigenlijk de kans om hele andere waardevolle dingen in je lijf te doen, als alleen maar vechten tegen die bacillen in je mond. En op het moment dat ik dat heb gedaan, dan ga ik met een sole naspoelen. Dat is eigenlijk in water opgelost Keltisch zeezout. Je kunt gewoon heel simpel een potje aanmaken. Die vul je voor de helft ongeveer met Keltisch zeezout. En de andere helft doe je water en dan schud je hem. En dan blijft er nog een soort residu over. En als je die gebruikt, dus die heb je gemaakt. Dan kun je dan af en toe, na die oil pooling, kun je daar even van zippen en daar ook nog even mee spoelen. En dat kan echt een minuutje of zo. En dat is echt super zout. Dat is het maximale hoeveelheid zout die het water kan opnemen. Die zit in de solen. En het is ook handig dat het, of niet alleen handig, maar het moet Keltisch zeezout zijn. Want Keltisch zeezout is eigenlijk nagenoeg identiek aan het zout in ons eigen lijf. Dus het normale zout wat je gebruikt, het keukenzout zeg maar, wat je normaal in de supermarkt kunt kopen, dat is eigenlijk gewoon een chemisch goedje. En daar moet je ook zeker mee oppassen. Maar met Keltisch zeezout, dat is gewoon eigenlijk heel gezond voor je lijf. En het is ook desinfecterend. Dus als ik mijn tong heb geschaapt en ik heb die oilpoeling gedaan, dan spoel ik hem heel graag even na met zo'n sole. En dan ga ik tanden poetsen, uiteraard met een tandpasta zonder fluoride. Ik gebruik zelf saline tandpasta van Weleda. Ik heb ook allerlei andere soorten gebruikt. Maar je moet goed kijken of er wel of geen fluoride op zit. En ook in een natuurvoedingswinkel, daar hebben ze gewoon nog de parodontax te koop met fluoride. Dus let goed op wat je koopt wat dat betreft. En zorg echt voor een tandpasta zonder fluoride. Nou, dan ga ik douchen. Wat ik dan doe is, dan gebruik ik ook een biologisch product om eigenlijk alleen mijn haren en mijn oksels, en mijn schaamhaar en mijn bilsplay te wassen. Want de rest van mijn lijf die blijft eigenlijk zeepvrij. Ook al is het biologisch, dan was je toch nog stoffen eraf die je huid prima zelf aan kan maken. En vroeger was er ook geen zeep en dergelijke en ging het ook allemaal prima. En ik merk dat ik het heel prettig vind om de rest allemaal niet te wassen. Dus dat doe ik. En op het moment als ik een geurtje wil, dan doe ik ook een biologisch geurtje. Ik gebruik zelf Creed. Dat vind ik een heel prettig merk. Het is wel prijzig, zo'n flesje. Een parfum of een geurtje is vaak sowieso prijzig. En deze is wel extra prijzig.
Maar ja, ik doe er ook echt heel lang mee. Ik heb dit al 1,5 jaar en er is nou, een klein beetje uit. En ik gebruik toch 2-3 keer per week zoiets. Dus dus dat is een beetje de persoonlijke verzorging die ik 's ochtends doe. En dan ga je normaliter door naar het ontbijt. Maar de volgende keer zal ik iets over vertellen over mijn huidige vast. Waarin ik geloof ik nu op dag 37 zit op water. En ook wat ik daarna wil gaan doen. En dat is geen ontbijt. Dus dat is heel controversieel ten opzichte van heel veel diëten en dergelijke. Maar dat is wat ik doe. Dus in later video's zal ik ook nog even meer uitleg geven over waarom geen gif bij Unmatrix past. Dat is ook een apart verhaal. En ik wil de video's graag het liefst zo kort mogelijk houden, zodat je zo compact mogelijk informatie hebt. Ja, ik wil nog wel even over Unmatrix tegen je zeggen. Dat ik niet de pretentie heb dat ik en met dit live uit de Matrix kan stappen. Ik denk dat niemand dat kan. Maar ik denk wel dat mijn binnenwereld, dat ik daarmee wel uit die Matrix kan stappen. En ik wil ook zeggen dat ik dat ik dit niet doe, zeg maar, omdat ik daar helemaal volleerd in ben. Verre van. Ik heb echt nog allerlei leerstukken. Maar ik doe wel een aantal dingen en dat vind ik leuk om je daarin mee te nemen. Dus op het moment dat je het leuk vindt om er zelf mee te experimenteren of om meer van deze video's te kijken en je bent benieuwd wat er allemaal nog meer gaat komen, abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal. En als je het leuk vindt om te kijken, doe ook even dat duimpje. Dankjewel voor het kijken. Zie je aan de andere kant.